Breda Nu. Jij bent een van de mensen die dit organiseert. Ja. De reden was dat je vorig jaar je vader verloren bent. Yes. En midden in deze hele organisatie kreeg je weer slecht nieuws. Ja, toen kreeg mijn moeder het nieuws dat ze weer borstkanker heeft gekregen. En nu in de andere borst, dus een nieuwe kanker. Maar wel, kloten. Vandaag geopereerd, de operatie is goed gegaan. Ja, ik heb net nieuws binnengekregen dat ze op de afdeling ligt en ze zat zelf aan de telefoon. Ja. Dus je treft me midden in een hele mooie emotie. Maar ja, kan ik me eens voorstellen. Het is heel dubbel. Ja. Meer dan 100 man zijn hier vandaag aan het oefenen. Ja. Daar ben jij de oorzaak van. Samen met een fantastisch team. Dus niet alle eer aan mij. Ooit was ik de eerste zwemmer die inschreef. Met een schuin oog kijkend naar Theo, mijn maatje. En niet durven dromen dat we nu op 570 zwemmers zitten. Jullie zijn gestopt met inschrijven? Ja. Dat is bewust. Wij willen voor de eerste keer een heel goed kwalitatief veilig evenement neerzetten. En voor ons was dit de grens. En meer mensen in de single, dat voelde slecht. En nu kunnen wij gewoon een fantastisch evenement gaan neerzetten. We gaan het volgen bij Breda Nu. Ja. Ik wens jou ongelooflijk veel sterkte met de organisatie, ja. Maar ook met de genezing van je moeder. En met zwemmen. En je zei iets heel moois er straks. Ja, ik ga zwemmen voor mijn vader, maar ik ga finishen voor mijn moeder. Breda Nu.